Ja, de masterclasses gaan over het bewust worden. Bewust worden zijn we van brandveiligheid. Iets wat veel mensen eigenlijk inherent in zich zouden moeten hebben. Alleen je merkt dat mensen dat gewoon in de natuur niet zit om bewust te zijn van veiligheid. We hebben het uiteindelijk gezien van waar mensen hier binnenkomen. Heb je gezien waar de nooduitgangen zijn, waar de blusmiddelen zijn. Men valt het eigenlijk niet meer op. We hebben een inleiding mogen geven in de Kiwa BGB opnamesystematiek. Wat de meerwaarde is van het keurmerk wat Kiwa uitgeeft. En hoe wij als ASCOM een partij, een opdrachtgever kunnen ondersteunen om het brandveiligheidsniveau van de wettelijke minimumeisen te borgen binnen een organisatie. Nou, met name het bewustzijn. Hè. Ik bedoel, je bent op zich, je weet dat je moet voldoen aan brandveiligheid en je laat een RNE uitvoeren van klopt het allemaal en je doet keurige ontruimingsoefeningen. Maar dat je daar even weer bij stilstaat en vandaag gewoon even de voorbeelden hoort, maar ook de confrontatie met filmpjes hoe mis het kan gaan. Dat je daar weer een hogere mate van bewustzijn meeneemt. Want ja, je moet er niet aan denken dat er met één van jouw mensen iets gebeurt. En wij zijn natuurlijk toch als eindverantwoordelijke, als ondernemer verantwoordelijk voor de mensen die iedere dag in dat bedrijf aan het werk zijn. Nou ja, ik weet dat ze in 2013 hebben ze RI&E gehad. En ze zijn, momenteel zijn ze bezig met BHV-cursussen, ontruimingsplannen. En ja, ik denk dat ik dus van de week of volgende week nog wel ook even met de HRM-manager om de tafel ga zitten om een aantal punten die ik vandaag heb opgedaan door te spreken. We zitten nog eerder op tafel. Maar... Dankbaar dat we dit hebben kunnen en mogen doen. We hebben een stuk kennis kunnen overdragen, wat het doel was. We hebben informatie ingewonnen en we hebben systematiek aangereikt en aangeboden, waardoor mensen in staat zijn als gebruiker, eigenaar van een pand, brandveiligheid aan te pakken, op te optimaliseren en waar mogelijk te borgen. Ik denk dat de combinatie zoals we hem nu gemaakt hebben vandaag met ASCOM in dit geval, dat die goed is geweest. We hebben dat ook teruggehoord heel kort net in de feedback en ik denk dat het zeker voor een uitvalbaar is.